Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze webinar over het toepassen van een basisles in Revit. Jullie staan automatisch op gemute, zodat iedereen mij goed verstaanbaar kan verstaan. En ik wil deze webinar gaan starten. Goed, instructie over Zoom, een klein beetje. Jullie staan gemute en dan blijven jullie dus ook gedurende de webinar. Hebben jullie vragen, dan kunnen jullie uiteindelijk, hier staan de video settings, deze mogen van mij, je mag ze uitzetten, je mag je camera aanzetten, maar ik heb hem zelf ook aan. En als je vragen hebt tijdens de webinar, kun je de chat gebruiken om vragen te stellen. Deze kun je daarvoor gebruiken, zie je onderin in de zwarte balk staan. En dan zien jullie deze chat staan. Nou, deze kun je dus daarvoor gebruiken. Dus heb je vragen tijdens de webinars. Dan kun je namelijk hier de vraag stellen. En ik zal als het kan tijdens het webinar beantwoorden. En anders na de webinar is daar ook tijd voor. Goed. Wie is Kadix? Wij zijn een ATC-pro. Wij geven namelijk vooral veel trainingen op het gebied van Autodesk softwareproducten. Dat is eigenlijk ons waar we heel veel mee bezig zijn. Vandaar ook dat we nu een keer een kennissessie doen met een webinar. We zijn verder ook veel in oplossingen terug te vinden. En daarmee kun je zien in templates maken of juist in een stukje van families maken op het Revit-gebied bijvoorbeeld. Nou, een klein stukje detachering zijn we ook nog wel mee bezig. Dus nou ja, de werknemer met de werkgever koppelen. Dat is eigenlijk wat wij doen als Kadix zijnde. Dus vooral alles wat met Autodesk software te maken heeft, daar verzorgen wij training in. En dat doen we dus in de verschillende werkvelden, namelijk bouw en architectuur, werktuigbouwkunde, installatietechniek en civiele techniek. Daar zijn we eigenlijk onze hoofdmoot in. En tegenwoordig hebben we ook een Kadix support tool. Dus stel je wil snel antwoord op al je vragen hebben, dan kan je hier gebruik van maken. Het werkt als een soort prepaid systeem en die kan je namelijk zo snel mogelijk contact krijgen met een van onze support medewerkers. In deze webinar gebruik ik de volgende software standaarden. Ik gebruik namelijk de Revit 21 versie hierin. Ik maak gebruik van het BIM-loket, de basisles die erop staat. En ook nog wat andere documenten. En daarnaast zie je revitstandards.org met NLRS staan. En ik maak heel klein beetje gebruik van een Solibri, hoe namelijk een IRC, hoe die eruit komt te zien. Nou, de agenda van vandaag. Ik had in de tekst staan dat ik een paar drie highlights eruit haal. Ik zal daar meer in benoemen, maar locatie, positie, oriëntatie gaan we het over hebben. De bouwlagen, naamgeving, informatiedeling met klassificatiecode. En wanneer dat tijd is, zal ik die andere onderwerpen ook nog bij langs gaan. Nou, de BIM basisles die staat namelijk op het BIM-loket. BIM-loket.nl. En daar staan eigenlijk de meeste documentjes die je terug kan vinden. Daar zie je namelijk ook, als je de Nederlandse Revit-standaards een handleiding ervan wil hebben, wordt ook in de native software doorverwezen. Kun je dit ook bijpakken. Nou, als je naar een BIM-loket gaat, dan zie je namelijk het volgende website voor je komen. Dan zie je namelijk hier onder standaards en richtlijnen, zie je namelijk de basisles staan. En deze ga ik dus ook gebruiken vanuit in de webinar. Dus als je deze dus aanklikt ook, zie je namelijk ook de download staan. En dan zie je hier namelijk de BIM basisles staan. Waar ik gebruik van maak. En ik maak gebruik van de Revit handleiding. En die is sinds mei 2020 weer geüpdate. Dus we kunnen even kijken naar het nieuwe documentje ervan ook. Er zijn niet heel veel dingen veranderd, maar daar staan wel wat nieuwere verwijzingen ook in. Deze bestandjes ga ik erbij gebruiken. En daarnaast zei ik dat ook gebruik ging maken van revitstandards.org. Daar ben ik nog niet op ingelogd, zie ik nu. Ik zal heel snel even inloggen. Kan je accountje opmaken, is gratis. Kan je hier bij downloads kijken. En ik ben onder downloads heb ik namelijk de NLRS, die zie je hier staan. Die kan je downloaden. Moet je wel even opletten dat je de versie 3.0 hebt. En hier zie je de bestanden staan ervan. Die waar ik ook gebruik van maak. En ik maak gebruik van een 2.5.2 versie. En de 3.0.1 versie komt in deze maand komt die van mij uit. Dus dan even kijken, volgens mij staat die hier misschien wel op. Maar die komt binnenkort uit en dan heb je dus een nieuwere versie beschikbaar. En daar ben ik heel erg benieuwd naar, want ik ben benieuwd hoe dat stukje installatietechniek uiteindelijk er ook in terug gaat komen. Goed.
Stukje bestandsnamen is eigenlijk de eerste uit de basisafspraken vanuit de ILS ook. Als ik de ILS er ook bij pak, dan zou je namelijk zien dat hij namelijk als eerste er staat, bestandsnaam. En dan moet je namelijk naar kijken, wat bedoelen ze daar uiteindelijk mee? Dat je namelijk bestandsnaam namelijk goed codeert. Dat die namelijk in de IUC's allemaal hetzelfde zijn. Want als iedereen een andere structuur hanteert, dan ga je straks zien dat daar een wildgroei in ontstaat. Dus dat is een belangrijke afspraak om begin ook vast te leggen. Zo kan je namelijk kijken naar het bouwwerk. Nou, stel we werken aan het pand van het KDX, dan zou het kunnen zijn dat KDX de bouwwerker zijn. Nou, de discipline zie je naast staan, bouwkunde, constructie, installatietechniek. Die kun je dus daarin vullen en het onderdeel. Nou, stel we gaan groeien hier en we willen twee panden hebben. Kan het zijn pand 1, pand 2 of blok 1, blok 2. En dan kan je daar in de onderdelen verschil maken. Wat je nog meer ziet is namelijk dat er ook wel eens een Revit versie achtergekoppeld wordt en welke Revit versie er getekend wordt. Nou, de tweede is namelijk de locatie en positie en oriëntatie. En deze wil ik wat meer gaan toelichten ook. Ik heb hier twee websites bijgezet. Hier kan je de kaart en BGT-vels terugkrijgen van het PDOC. Dat is namelijk daar de kadastrale kaart op staan. En hier zie je nog een mooie OCity.nl is namelijk waar je de DWG's kan vandaan halen, waar je de situatietekeningen ook vandaan kan halen. Nou, ik wil een klein stukje hebben met jullie over het stukje de paperclip is veranderd in versie 20.2. En die wil ik dus ook gaan toelichten. En ik wil graag mijn modelletje op coördinaten gaan zetten. Als ik het modelletje er even bij pak, dan zie ik hier mijn modelletje. Ik heb mijn modelletje hierbij staan. En ik ga even naar de begane grond toe. En hier wil ik graag het nulpunt aanpassen. Nou, je ziet al dat het nulpunt nog niet zichtbaar is. Wel een referentiekubus, zeg maar. Maar het nulpunt is dan niet zichtbaar. Nou, die kan ik zichtbaar maken met dit mooie lampje hier. De Reveal Hidden Elements. En dan zie je namelijk je coördinatensysteem dus ook terugkomen. En dan zie je dus, als ik deze aanklik, dat alles nog op nul staat. Nou, in dit geval is dat even prima. Als deze dus aanklik, zie ik hier geen paperclipje bij. Als ik naar de 19 versie gaan, dan zie ik hier, als ik hem aanklik, wel een paperclipje bij. Nou, dat is veranderd in 20.2. En daar vroeger kon je de paperclipje uitzetten en dan kon je hem op coördinaten plaatsen. Dat kan in de 21 versie niet meer. Dat werkt namelijk nu anders. Dat kan je namelijk als gevolg doen. Je kan namelijk hier de coördinaten ingestellen door als volgt naar Manage te gaan. En onder Manage zie je hier de coördinaten staan. En dan kun je de coördinaten van je project dus ook instellen. Over coördinaten, ik zal even aanklikken, dan kun je hier namelijk de specify at coordinates at point aanklikken en dan kan je dus een coördinaten gaan zetten. Als deze dus aanklik, kan ik hier dus mijn nulpunt aanklikken. En als ik hier mijn nulpunt aanklik, dan zal dit hoekpuntje van mijn kubus waarschijnlijk pakken. Ja, dan die staat dan om 1000. En dan zie je hier namelijk de 0 en 0 waarde van staan van de coördinaten. Nou, zou je deze wat verder willen instellen? Dan moet je dus de coördinaten hebben. En waar kun je die coördinaten vandaan halen? Nou, je kan met twee systemen werken. Je kan namelijk werken met het RD-stelsel. En je kan ook werken met het wereldcoördinatenstelsel. Daar moet je in het begin dus in de uitvoeringsplan dus ook een afspraak over maken. Want als je dat niet doet, dan kan je dus met verschillende coördinaten werken. Of de ene stelt er niet en de ander niet, en de ander wel. Dus dat is eigenlijk in het begin, moet dit al in je uitvoeringsplan staan. Dus locatie en positie is daarin dus dusdanig belangrijk ook. En dat ga je dus ook terugzien als je namelijk je uitvoeringsplan erbij pakt. En als je de uitvoeringsplan erbij pakt, dan zie je namelijk bij deze bijvoorbeeld, onder de modelleerafspraken, is namelijk dat het basispunt één van de afspraken is die je van tevoren dus ook instelt. Dus deze komt ook van het BIM-loket af. Zie je namelijk bij de modelleerafspraken, zie je deze onderdelen ook alweer staan. Nou, ik heb twee andere bestandjes bijgepakt nog. Deze, die komt namelijk ook van de website van BIM-loket af. En als ik een klein beetje naar onder ga, eerst bestandsnaam. Zie je dat die ook in de export belangrijk is. En dan zie je hier dus ook het nulpunt bij staan. Nou, hierin zie je dus ook stap voor stap steeds uitgelegd hoe je ermee aan de slag kan. En er wordt ook steeds verwezen naar een handboek. En dat is namelijk deze. Dit is het handboek namelijk, die namelijk de handleiding NLRS export naar ISC weergeeft. En als ik daar een klein stukje onder scroll, zie ik dus ook weer verder uitleg over het nulpunt staan. Dus ben je er benieuwd naar, wil je het graag nog een klein stukje teruglezen, dan zie je namelijk hier ook de onderdelen bij staan. Ik zal het een klein stukje voordoen hoe dat werkt. Dan kan ik het namelijk ook het nulpunt instellen.
Hier kan ik dus, ik heb namelijk die specify coordinates at point aangeklikt. Dus namelijk onder coordinates zie ik namelijk deze staan. Dan kan ik de coördinaten instellen. Klik deze aan, kan ik hier de coördinaten instellen. En stel mijn coördinaten zijn, ik doe even een fictieve coördinaten nu. Ik wil bijvoorbeeld op 50.000 en 50.000 willen verplaatsen. Dan zou je zien dat mijn hele project in dit geval dus ook gaat verplaatsen. En nu denk je, hey, er is niks veranderd. Jawel, want ons nulpunt, deze, of ons server pointje, die is namelijk is blijven staan. En ons project is eigenlijk verplaatst. Dus dan krijg je een verplaatsing van je project. Ik zal hem één keer terug doen met Ctrl-Z. Dan zie je namelijk hierachter nog het server point zitten. Dat is namelijk het punt wat op jouw coördinatenstelsel op het nulpunt staat. En ik druk één keer Ctrl-I even in. Dan zal die weer op coördinaten staan. En dit is namelijk het punt waar die dus bij je project op je nulpunt staat. Dus zo kan je namelijk de coördinaten dus instellen ook. Nou, wil je gebruik maken van het RD-coördinaten bijvoorbeeld. Dan kan je namelijk je coördinaten om laten zetten of kun je hem hierbij pakken. Een handig tool daarvoor vind ik gpscoördinaten.nl. Dan kan je namelijk de boel dus ook omrekenen. Nou, ik heb even een Google Maps een keer erbij gepakt. Onze locatie kan ik zelf. Kan ik hier de coördinaten vandaan halen. En dan kan ik hem hier namelijk omrekenen. En die coördinaten kan ik dus ook invoeren. Nou, let er wel op dat eerst de x en dan de y in meter staan. En die meters is daarin belangrijk, want Revit tekenen in millimeters. Dus dan moet je nog eventjes 3 nulletjes toevoegen. Nou, stel ik zou deze coördinaten graag willen toevoegen. Kan ik ze kopiëren? Kan ik op deze manier doen. Of hier een stukje kopiëren. En dan kan ik met Ctrl-X, kan ik ze namelijk even kopiëren. En dan kan ik ze hier dus ook invoeren. Nou, manage, coordinates, specify at point. En dan kan ik hem hier pakken. En dan kan ik hier bij de X, East West, kan ik deze dus invoeren. Even Ctrl-X weer. 3 nullen erachter. En hier kan ik die andere plakken. Met 3 nullen erachter. En zo kan ik ze dus op coördinaten zetten. Nou, nu heb ik een modelletje op coördinaten gezet. En dat kan je zien dat die hier staat. En die andere zie je namelijk op zijn Rijksdriehoekstelsel op zijn nulpunt staan. Nou, een klein stukje verder uitzoomen. Gaat hij vanzelf tegenkomen. Kijk. En dan zie je hem daar staan. Volgens mij heb ik hem net verkeerd om ingevoerd. Want hij hoort omhoog te staan. Maar zo kan je dus je coördinaten dus instellen. Hij begint heel even te lopen. Zul je altijd zien dat hij dat vandaag doet. altijd leuk dat hij dan vandaag vastloopt. Ik zal hem heel even voor jullie opnieuw opstarten. Zo, pak hem even overnieuw bij. Zo kun je dus je coördinaten instellen. Ik zal mijn modelletje even opnieuw opstarten. Zo zul je zien dat het altijd bij je software blijft. En dat je er zelf geen invloed op hebt. Nou, hij is er bijna weer. Hij heeft nog even wat laden. Ik krijg een vraag hoe het verzit met de hoekverdraaiing. Die kan je het beste instellen met Rotate to the True North. En dan moet je hem dus hier ook instellen. Ik heb vandaag geen onderlegger ervoor gepakt. Maar stel, ik kan wel fictief laten zien. Want ik heb geen katkaart voor erbij zitten. Ik ga het heel even opnieuw pakken. Kijk. Hier het nulpunt dus nog een keer. Ik krijg dus de vraag of de hoekverdraaiing ook. Onder dit punt bij coordinates kan je namelijk je coördinaten dus instellen. Zou je graag die hoekverdraaiing erin willen hebben op de True North, dan kan je namelijk hier
eerst je projectoriëntatie op True North zetten. Dus deze. En dan is het mooiste als je namelijk een kat-onderlegger hebt. Dat je namelijk weet wat de hoekverdraaiing is van je project. En die hoekverdraaiing wordt dus ook vastgelegd van tevoren in je BIM-uitvoeringsplan. Want dan heeft iedereen namelijk ook dezelfde hoekverdraaiing. Het mooiste is uiteindelijk als je met een project werkt, dat er namelijk een shared coordinates en levels wordt aangemaakt. En waarom is dat namelijk? Dat die grids en levels, dat je die kan overnemen. En ook dus je hoekverdraaiing en je coördinatenpunten. Dus dat zie je vaak in de grote projecten terugkomen. Dat er namelijk al een file is aangemaakt dat iedereen de coördinaten met Copy Monitor kan overnemen, zeg maar. Dat is eigenlijk de makkelijkste manier. Maar de hoekverdraaiing kun je dus hier bij True North kan je instellen. En dan kan je hier namelijk bij Position. Kan je namelijk hier gaan zeggen, ik wil hem rotaten through the True North. En wanneer jij een onderleg erin hebt zitten, kun je die namelijk hiermee dus ook verdraaien, zeg maar. Dus nu heb je je project noord is je teken noorden, je true noord is je ware noorden. En dan kan je met dit punt namelijk rotate through the true noord, kan je namelijk gaan draaien. Nou, dan zie je namelijk hier je nulpunt zitten. En het makkelijkste is namelijk dat je je katonderlegger met een hoekpunt van je gebouw gelijk zet. Dat je die namelijk daar ook vandaan kan halen. Want als ik hem nu ga draaien, ja, dan heb ik dus niet de juiste draairichting. En dan moet ik hem hier dus vandaan pakken. Met place kun je namelijk op dit punt hier zetten. En dan kan je namelijk de zijde pakken. En stel, de hoekverdraaiing is bijvoorbeeld 10 graden. Dan kunnen we deze zijde pakken hier. En dan kunnen we hier uiteindelijk ook op 10 graden zetten. Dus zo kan je namelijk je hoekverdraaiing maken met je project. Dat is een hele leuke vraag. Pak je hem, ja. Kan je dus zo je hoekverdraaiing dus ook maken. Wil je hem dan weer terugzetten om voor het makkelijk voor het tekenen, zeg maar, kan je hem hier namelijk uiteindelijk ook in je oriëntatie terugzetten op Project Noord. Dus dan is hier voor het tekenen dus altijd hetzelfde. Ik had het net over een gedeelde coördinatenstelsel. En dat is het makkelijkste namelijk dat je namelijk coördinaten kan overnemen. Ik zal hem heel even terugzetten hier nog. Even kijken of je dat leuk vindt. Zo, hij kan je weer teruggezet. Stel ik wil graag coördinaten overnemen vanuit een gelinkte vel. Dat zal het kunnen. Ik heb hier onderin ook twee links zitten. Ik zal ze even nieuw laden. En ik heb bijvoorbeeld bij die site, heb ik bijvoorbeeld de coördinaten al ingesteld. Zou ik hem daar graag van willen overnemen, dan zal dat kunnen. Dan kan ik namelijk hier zeggen coordinates acquire. Ik wil namelijk coördinaten overnemen vanuit een link. Nou, dan kan ik deze dus aanklikken. En dan kan ik dus een link selecteren. Als ik deze even kijk, even erbovenop houden, zie ik namelijk mijn linknaam staan. En dan zie ik daar de site bestaan. Zou ik deze hiervan willen overnemen, dan kan ik hem aanklikken. Even kijken, waar heeft hij dan moeite mee? En daar is hij net weer uitgeklopt. Die heeft hier staan. Ik zal hem heel even openen. Kijk, je hebt de coördinaten dus nog niet ingesteld bij deze. Stel ik zou hier de coördinaten van deze dus willen instellen. Dan kan ik hier bij Manage Coordinates, kan ik dus hier mijn coördinatenpunt zetten. Nou, stel ik wil hem hier dus op coördinaten zetten die ik net heb benoemd. Ik kan deze, de coördinaten van net wel even opnieuw gebruiken, deze. ...20 is de X. Kan ik hier die andere invullen. Dus de I. Staat dit modelletje straks op coördinaten straks? Als ik hem wil op coördinaten wil zetten. Je ziet namelijk dat hij nog niet op coördinaten zit. Maar dat komt omdat die andere links erin zitten. In de 21 versie geeft hij namelijk ook de andere links weer. Stel ik zal deze unloaden. Dan zul je namelijk zien dat die survey points hier dus weggaan. Dat heeft dus te maken met de nieuwere versie. De 21 versie. Dus de survey points van die andere dus ook zitten. Want hij staat wel degelijk op coördinaten nu. Kijk, dan zie je hier dus de coördinaten bij zitten. Zou ik dus mijn andere projecten ook laden, dan zou je dus in de nieuwere versies dus ook je survey points
op deze positie zoals ik zie. Dus als ik zo verder zal inscrollen, zie je dus hier de survey point van mijn link dus ook. Dus zo kan je namelijk op dit punt hem neerzetten. Nou, ik zal deze nog even opslaan. Save. Zal deze even afsluiten. Zal ik dus coördinaten in deze view dus willen overnemen van mijn site. Dus van deze. Kan ik deze dus weer opnieuw even inladen. Reload. En dan kan ik hem dus hier mijn coördinaten dus gaan instellen. Coordinates. Acquire. En dan kan ik dus mijn link aanklikken die ik wil hebben. Bijvoorbeeld mijn site. En dan zie je dat een hele grote kader heeft. Kan ik deze aanklikken. En dan pakt hij hem weer niet. En waarom pakt hij hem weer niet? Even kijken. Heeft er vandaag geen zin in. Misschien kan ik ze van mijn site wel even toewijzen, die andere. Acquire is de ene manier het over te nemen. En publish is namelijk dat je hem toe kan wijzen richting de andere. Heeft er vandaag niet zoveel zin in. En dan ben ik al benieuwd waarom dat niet zo is. Stel ik zit in deze en ik heb die link die een bouwkundig model hierheen gelinkt. Dan kan ik nou wel ook publish doen. Dat is de andere optie namelijk. Dat je namelijk zegt ik wil graag de coördinaten toewijzen weer. En dat je kan zeggen manage coordinates. Ik wil ze publishen. Ik wil ze toewijzen aan mijn bouwkundig model bijvoorbeeld. En dat is de andere optie. Bij publish kan je ze toewijzen. Acquire kan je namelijk terugnemen. Kan je namelijk deze er ook bij pakken. Dan zeg je oké. En dan moet je naar Managed Links zo gaan. En onder Managed Links kan je namelijk zeggen, hey, van deze die geladen is, wil ik graag de positie opslaan. En dan neemt hij dus de coördinaten over van de andere. Dus dat is de andere optie. Kan ik hem saven. En dan kan ik hem dus hierin ook opslaan. Oké. Dit is een stukje over, over het nulpunt instellen. Met Specify at Point kan je namelijk op coördinaten zetten. Publish kun je namelijk coördinaten toewijzen. En Acquire kun je namelijk coördinaten eruit halen van een ander gelinkte veel. Dus stel er is een gedeelde site aangemaakt in je project. Dan kun je dus daar de coördinaten dus ook mee overnemen. Met de optie Copy Monitor. Wat hier zit, zeg maar, kun je namelijk ook de gridlines en levels overhalen. Dus als je dat wil. Ga ik heel even terug naar mijn PowerPoint, anders ga ik veel te ver uitlopen. Bouwlaag en naamgeving zie ik hier staan, dat is eigenlijk 3.3. De overige vragen over de coördinaten zal ik straks nog op terugkomen in de vragen aan het einde. Bouwlaag en naamgeving, instellen van building story levels. Wat is dat nou uiteindelijk? Nou, als je je reference-model erbij pakt, ik zal deze er even bij pakken, dan zie je namelijk onder jouw section kun je namelijk je doorsnedes mooi zien. Ik heb ze, pak dit modelletje er even bij. Hier section 1. Dan zie je namelijk hier jouw, jouw level zitten. En er is eigenlijk in de BIM-afspraak één regel gemaakt. Dat je namelijk alleen de hoofdlijnen mag exporteren. En wat bedoel je daarmee? Het is namelijk als volgt. Dat we hier zeggen, we willen namelijk alleen de levels die 01 of 00 begaande grond, 01 is verdieping, 02 tweede verdieping, dat kan je zo doortellen, zeg maar, dat die alleen geëxporteerd worden. Hulplevels, die dienen eigenlijk altijd niet op building story te staan. Nou, dat heeft dus voor het modelleren dus ook effect, want als we hier gaan kijken, mag dit level bijvoorbeeld niet op building story staan. Nou, die staat er dus ook uit, en deze staat dus wel op building story. Nou, het zou betekenen dat begaande grond, eerste verdieping, tweede verdieping, derde verdieping, dus allemaal building story moet staan. Maar die onderkant, dat zijn hulplevels, die moet je dus uitzetten. En dan zie je dus hier dat vinkje voor staan. Nou, zo kan je namelijk jouw model goed wegzetten. En waarom moet je dat doen? Is namelijk ook voor het exporteren naar IOC. Want als je een IOC erbij pakt en je zult dus zeggen, hey, ik stel dus al mijn levels op building story. Ja, dan gaat hij dus in export overal waar iets op gemodelleerd is, dus elk level waar iets op gemodelleerd is, zal hij gaan exporteren. En dan krijg je eigenlijk ook een wildgroei aan verschillende levels. Dus daarom is dat eigenlijk. Dus hier zie je namelijk dat er ook die 04, 05 er nu bij staat. En stel ik had iets gemodelleerd onderkant vloer, had hij bij het export hier dus ook bij gestaan. Had ik gezegd, hey, ik wil graag de levels allemaal building store instellen. Dus alleen met deze levels ook bijvoorbeeld zien. Ja, dan zal hij alleen deze levels dus ook exporteren. Het heeft dus vooral te maken met welke levels stel ik dus in op building story. Ik zal deze even wegklikken, want ik klik nu twee keer aan. Nee.
En dan zie ik hier dus mijn modelletje staan. Nou, als ik deze dus aanklik, die level dan, dan is het dus belangrijk om dus deze levels op Building Story te zetten. Dat is ook een afspraak die gemaakt wordt in je uitvoeringsplan, om welke levels dit gaat en om welke hoogte dit gaat. Je ziet dus vanuit de ILS dat ze dus de bovenkant afgewerkte vloer nemen. En bijvoorbeeld bij Building Smart nemen ze namelijk ook de bovenkant ruwe vloer. Dus daar zit in de praktijk ook nog wel veel vragen over. Wat ga je afstellen? Wat is dus de Building Story level? Maar dat is echt een afspraak die je moet maken in jouw BIM-protocol. Of binnen je BIM-uitvoeringsplan. Als je namelijk hier dus je level zal selecteren, deze bijvoorbeeld, dan zal je zien dat hij dus op tweede verdieping min 50 is gemodelleerd. Zodat hij dus ook op die level 2 Building Story dus geëxporteerd wordt. En dat is dus een belangrijk detail er dus ook uit. Van hey, wat ga je dus instellen? Ga je dus je vloer op min 50 zetten? Of zeg je, hey, ik pak mijn bovenkant ruwe vloer als Building Story level. En dat is eigenlijk een beetje waar het stukje over de Building Story eigenlijk over gaat. Nou, als ik verder kijk, dan zie ik correct gebruik van entiteiten. Is ook een belangrijke uit dat rijtje. En dat zie je dus vooral terugkomen bij generic models. Heb je bijvoorbeeld een trap gemaakt wat in Revit wel kan, maar voor je generic model soms net zo makkelijk is, dan moet je hem eventjes bij de IFC export op IFC ster zetten, zodat hij namelijk wel naar de juiste categorie geëxporteerd wordt. En dat hij niet uiteindelijk alleen maar onder de generic models valt. Nou, structuur en naamgeving. Dan kom ik dus uit bij een bestandje die ik daarvoor ga gebruiken. Namelijk het volgende. Elk level of elk element eruit dient dus zeg maar op de juiste codering zijn ingesteld. Nou, ik ga even een buitenmuur pakken, bijvoorbeeld deze. En dan zie je dus hier in de family naam dus ook een codering staan. Dus in de type in dit geval zie je namelijk hier NLREST 21WA en dan geven met z'n werk staan. Nou, als je deze dus goed gaat coderen, zeg maar, ik zag net een vraag binnenkomen. Als je deze goed gaat coderen, zie je namelijk het volgende bestandje is er handig voor. En die komt namelijk van het revitstandards.org website af. Namelijk dit bestandje. Hierin kan je namelijk de codering zien. Dus die buitenwanden zie je namelijk hier staan onder de NLRS. Dat is dus de codering die we hierin toegepast hebben. Positie 2 zie je namelijk de NLSB codering. En die is voor de installatiebranche niet handig, maar wel voor de bouwkundige kant. Dus daar moet je dus vooraf dus ook een afstemming in maken. En welke codering gaan wij gebruiken? Dus in je uitvoeringsplan dien je dat van tevoren vast te leggen. Anders heb je na de tijd heel veel modelleerwerk wat je zelf moet aanpassen. Omdat je in de voorkant dat niet goed hebt afgestemd. Maar die buitenwand die valt bijvoorbeeld hier onder die 21 codering. Dus dan zie je weer lage streep. En dan kan je dus die buitenwanden pakken. Postje 3 zie je namelijk de Revit categories die bestaan. En als we over wanden hebben, ja, dan zal die onder de categorie wals vallen. En die zie je dan helemaal onderin staan. Zie je dan wals staan. Nou, zo kan je dus die codering dus ook helemaal opbrengen. En dan kan je dus namelijk jouw je naamgeving correct maken. Nou, dus elk element dient dus ook volgens de basis-ILS dus ook helemaal opgebouwd worden. Nou, bestandsnaam, positie en dan een bouwlaaginneming. Entiteiten, structuren, naamgeving. Dus die codering moet er dus ook in zitten. Komen we hieruit bij de klassificatiecode. En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ook weer van tevoren afstemmen welke klassificatiecode ga je gebruiken. En deze is het makkelijkst als je deze al in de families invoegt. Als je een family maker bent. Maar anders kun je ze namelijk hier ook nog een keer toevoegen. En wat bedoelen we daarmee? Is namelijk als elk element dient dus ook een klassificatiecode ofwel een assembly code te hebben. Als je deze dus ook aanklikt, zie je dus namelijk hier ook onder die edit type. Kun je namelijk ook, dan komt hier op een ander scherm terecht, kun je hier namelijk ook de codering invullen. Nou, nu zie je al één leuke fout staan, want ik heb hier namelijk wel de assembly code staan, maar niet de description. En dat zou betekenen dat mijn dat er een pad onderbroken is van mijn codering, zeg maar. Zou je die codering opnieuw willen instellen? Dat zou kunnen. Dan kan je namelijk hier onder Manage Settings, kan je hier namelijk die assembly codering toevoegen. En als je deze aanklikt, zie je dat deze namelijk hier niet in zit en dat er dus een fout in zit. Nou, dan kan ik even Browse klikken en dan kan ik even kijken waar die dus in zit. Even de webinar erbij pakken. Deze moet ik hebben.
En dan zie je namelijk, dit is nou een bestandje dat gedownload is van die Revit standards.org. Dus als je dit bestandje wil downloaden, zou kunnen. Dan kun je namelijk hier namelijk deze niet met deze versie 2.5 downloaden. En dan krijg je dus dezelfde hulpbestanden. Ik heb zoveel mogelijk gebruik gemaakt in deze webinar ook van open bestanden. Dat iedereen ze namelijk ook kan downloaden. Ik kan deze dus hier aanklikken. En dan de rest kan ik even aanklikken. En dan zie ik namelijk hier de supportvel staan. Kan ik deze aanklikken weer. En dan zie ik hieronder, moet ik even nadenken weer. Mapping tabellen. En zie ik hier de assembly codering staan. En dan kan ik hem juist weer koppelen aan de versie 1.bna versie 1. Dan kan ik hem openen. En dan zie je namelijk dat hij succesvol gereload is. Oké. Okay. En dan zie je dat hij ingesteld staat. En als ik hem nu zou aanklikken, zal dus ook de assembly description zijn ingevuld. Dat hij namelijk onder 21 buiten wanden valt. Dat hij namelijk goed gecureerd is. En ik zie Remco terecht al een opmerking maken dat die NLRS in Nederland standaard is. Dat klopt. Daar heb je gelijk in. En dan vraagt hij daarbij van, kunnen we die niet weglaten in de naamstring? Ja, het zou kunnen. Maar je hebt ook genoeg andere coderingen in Nederland waar je gebruik van maakt. Dus bijvoorbeeld NLRS is voor de bouwkant heel erg handig. Maar er zijn ook heel veel, voor de installatiekant is het misschien net nu niet handig, zeg maar. Dus moet je hem ervoor zetten? Ja, want het is een afspraak die je maakt. En als je dit eenmaal in hebt gesteld, dan staat het dus ook altijd standaard er ook in, zeg maar. Dus kan je niet weglaten? Nee, ik zal hem niet weglaten. Dus het is namelijk een afspraak die gemaakt is van tevoren. Als we verder kijken hierin. Dus dan zie je namelijk deze onderdelen terugkomen. Dit is een mooi stukje uit de handleiding weer die er zo staat omschreven. Dus die documentjes, lees ze gewoon terug, kijk ze nog een keer door. Want die zijn er heel erg handig in. Nou, assembly code koppelen hebben we net gedaan. Hieronder zie je dus de standaard onderdelen staan waar ze vandaan komen. En dan kan je ze dus ook aanklikken. Dus ik heb hier een pad neergezet. Objecten voorzien van materialen, die is heel belangrijk. Waarom is dat belangrijk? Anders wordt er namelijk geen materiaal meegestuurd, zeg maar. Dus vandaar. Kunnen ze deze er ook bij pakken. Doorsnijdingen. Wat zijn doorsnijdingen? Hoe kunnen we die eruit filteren? Dat werkt namelijk als volgt. Als we de doorsnijdingen erbij pakken, dan kunnen we namelijk... pak even mijn refmodelletje erbij. Wat zijn doorsnijdingen? Ik zal even een nieuw bestandje pakken. Doorsnijdingen zijn namelijk vooral twee types die door elkaar heen komen. Dus stel ik op een begane grond een wand getekend. En bij die wand heb ik bijvoorbeeld een vloer die er dwars doorheen loopt. Zou kunnen in dit geval. Dan heb ik dus hier een doorsnijding gemaakt. En dat is ook de hoofdreden dat die doorsnijdingen er ook uit moeten. Dit heb ik dus net getekend. Constructief technisch kan het dus niet. Even kijken. Dan zie je nou die wand in die vloer. Heb je dus een snijder erin zitten. En dan heb je dus hier namelijk een fout in zitten. Wil je dit gaan clashen? Dat zou kunnen. Onder manage, onder collaborate, sorry. Zie je de interface check staan. En dan kan je deze namelijk aanklikken. Dan kan je zeggen, ik wil deze runnen. En dan zie je namelijk vanuit jouw project, nou, ik lik meestal wel gewoon al aan. Ik kan namelijk gewoon alles clashen. Ik wil alles wat hierin zit, clashen met de vloer eventjes. En dan kan ik namelijk hier krijgen een rapportje eruit. En dat rapportje laat dus een foutmelding zien. En het zegt, hey, deze met deze, dit element, dat klopt niet. En dan krijg je namelijk gelijk een foutmelding eruit. Dus vandaar krijg je dus ook gelijk een clash eruit. Nou, wil je dit oplossen? Stel, ik zal deze vloer dus een klein stukje verplaatsen naar de zijkant. Wat je dus en even niet let op een constructief technische, maar dan zou je dus gelijk zien dat die clash dus ook verdwenen is. Nu krijg je een hele zwevende vloer, zal ondersteund moeten worden, klopt. Maar voor de clash zou je zien dat die dus ook weg is. Interface check, kun je nog een keer runnen. En dan zie je namelijk, als je alles pakt, dat namelijk ook... dat er geen clashes in zitten. En bij een BIM-model moet het dus ook geen clashes in zitten. Dus zo krijg je namelijk de clashes die je moet clashen met elkaar. En dan kan je ze namelijk eruit halen.
Dus vandaar krijg je namelijk de clashes. Ik zie nog een vraag hoe je met een internationaal project werkt. Ja, dat is ook weer een codering voor die je daarvoor kan pakken. Die je dan ook daarvoor kan gebruiken in je project. Maar dat is dus een afspraak die je eigenlijk van tevoren dus ook weer maakt. Dus een afspraak van tevoren maak je dus eigenlijk ook weer van, hey, ik wil dus een in je BIM uitvoeringsplan stel je dus van tevoren ook al vast welke codering je dus ook gaat gebruiken. En dat begint eigenlijk gewoon al van tevoren met elkaar bij elkaar zitten. En daar ga je dus al afspraken maken over je project. Want het stukje 3D modelleren, dat zal iedereen wel kunnen. Maar de boel op de juiste manier afstemmen met elkaar, dat dien je dus ook van tevoren dus ook te doen. Zo ook dit, zeg maar. Dus de afspraken over bijvoorbeeld welke codering gebruik je. Moet je een 2-cijfer of 4-cijfer gebruiken? Ja, ik zie niet terecht, je moet een 4-cijfer gebruiken. Ook een afspraak die je maakt, gebruik je alleen de hoofdkoppen of gebruik je zeg maar ook de codering verder erin. Want stel je hebt een heel moeilijk kozijn, waar ga je hem nou uiteindelijk onder gooien? Welke codering? Ja, dan kan het ook zo zijn dat de kozijn alleen onder de hoofdnoemer valt. Dus een beetje onder dat vlak. Vandaar. Wil je uiteindelijk share parameters toevoegen? Dat stukje wou ik ook nog laten zien. Want als we teruggaan naar de onderdelen, zien we hier namelijk dat je ook bijvoorbeeld nog dragend en niet dragend moet kunnen toevoegen in je project als een share parameter. Dat zijn IFC parameters uiteindelijk. Inwendig en uitwendig, oftewel fire rating. Nou, stel je wilt die gaan toevoegen aan je project, dat zou ook kunnen. Er zijn ook afspraken die je dus van tevoren maakt. Tot hoever moet je dus alle data invullen. Dan kun je namelijk onder manage, kun je hier namelijk projectparameters toevoegen. En als je deze dus aanklikt, dan kun je hier namelijk op add klikken. En dan kun je dus gebruik maken van share parameters. Ik heb mijn dus al ingesteld. Sorry, ik zal even laten zien waar die staat. Onder share parameters heb ik dus al een lijst gekoppeld. En die kun je dus ook weer vinden op die revitstandards.org. En dan kan je hem hiermee namelijk toevoegen. Dan kun je op add klikken. Share parameter. Select welke parameter je wilt toevoegen. Bijvoorbeeld low bearing. Eerst aanklikken, de L indrukken. Springt hij er gelijk heen. En zie je dus hier een low bearing. Nou, kun je deze aanklikken. Is het een instance of een type parameter? Dat is een belangrijke. En waar wil je hem onder laten vallen? Nou, ik wil hem alleen eventjes vandaag voor de walls en de floors hebben. Voeg ze daar aan toe. En onder welke klassificatie moet je vallen? Dus onder een IFC parameter bijvoorbeeld. Ik hem daaronder zetten. Nou, als we ze op instance niveau hebben, zal betekenen dat ze in de map properties blijven zien en dat ze per type dus geregeld kunnen worden. Nou, voeg ze hier aan toe. Nu is altijd de vraag, moet je dit dus ook instellen wanneer er al structural staat ingesteld bij de wanden? Want hier heb je nog een kopje structural en low bearing. Dat zal toch eigenlijk exact dezelfde dingen zijn. Daar dienen dus vooraf ook afspraken over gemaakt te worden. Want als jij vanuit gaat van wel en de ander gaat uit van niet, ja, dan loop je dus weer langs elkaar heen. Dus vooraf moet je dus instellen van, hey, wat zijn dus mijn low bearing onderdelen? En hier zie je hem dus grijs. Dat zal betekenen dat hij grijs is, dat hij nog niet is ingevuld. In de exporten wordt hij dus ook zowel of niet of wel ingevuld, zeg maar. Dus dat hij dus niet staat ingevuld nog. Klik je hem één keer aan, is hij actief. Klik je hem uit, is hij niet structural. En deze overroelt dus ook weer de structural, zeg maar. Dus deze kan je ook weer instellen. Nou, werk bij deze hetzelfde. Aanklikken, zie je dat hij grijs is. Kun je hem pakken. Vanuit je schedules kun je namelijk veel makkelijker alles in één keer instellen. Dus stel je even een hele lijst die je wil instellen, kun je het beste er even een schedule van maken. Dus kun je die het beste op die manier dus ook instellen. Nou, we hebben net een share parameter voor low bearing aangemaakt. Had ik dus een extendable aanmaken, nou, dan kan die dus op dezelfde manier. Dus weer een shared, select, wat voor parameter wil ik hebben. Extendable wil ik hebben. Bij de i moet ik even kijken. Kijk, ik sta hier tussen bij de i ben die. Is external deze. En ik kan hem dus ook weer zo op dezelfde manier weer toevoegen op instance niveau. En ik wil ze onder de floors hebben staan. En dan kan je ze dus hier ook bijvoorbeeld aan toevoegen. Nou, deze kan je dus helemaal zo instellen. En dan kan je dus ook hier een parameters dus ook steeds toevoegen. Dus voeg maar even toe met de wanden. Dan kun je ook zien waar die bij staat. Met de walls. Oké. Okay. Oh, shared, select. Nou. Wat belangrijk is die external parameters die je toevoegt, is dus hetzelfde als dus ook weer hierin bij de function. Dus zie je namelijk hier ook staan.
Die overroelt deze dus ook weer uiteindelijk. Dus die twee hebben dus ook weer met elkaar te maken. Moet je ze dan weer beide instellen, kom je eigenlijk bij dezelfde afspraak aan de voorkant weer terecht. Wat moet je instellen en waarom moet je het instellen? Maar meer van, als je dat van tevoren regelt dat je wel of niet moet instellen, is dat belangrijk. In de meeste projecten zeggen ze namelijk alles instellen, dat je al je data moet invullen. Dus elk object dat moet voorzien zijn van een function. En dat kan gedaan worden dus bijvoorbeeld door is external of of de function. Ik krijg de vraag van Remco of je namelijk samengestelde wanden allemaal onder externe moet gooien. En ja. Dus dat valt allemaal onder de buitenkant. Althans, zo stel ik ze zelf altijd in. Dus vandaar. Maar er zijn dus ook modelleerafspraken weer. Dus dat is ook weer een afspraak die je eigenlijk aan de voorkant dus aan het maken bent. Ga ik weer heel even terug naar mijn PowerPoint. Brandwering werkt hetzelfde mee. Staat dus ook in de documentjes uiteindelijk ook weer heel mooi omschreven. En die documentjes, als je aanklikt ook weer in deze. Het nieuwe documentje staat dus uiteindelijk ook weer in. Van hey, hoe moet je de onderdelen dus toevoegen? Wordt dus helemaal uitgelegd hoe je de materialen toe kan toevoegen. Of juist hoe je de doorsnijding zie je staan. Hoe je deze elementen kan toevoegen. En dat staat eigenlijk allemaal mee omschreven, zeg maar. Dus deze onderdelen moet je dus eigenlijk hier vooral in teruglezen. En dan kan je kijken van, hey, wil je een keer terugvallen? Lees het documentje een keer door. Want er staat eigenlijk de standaarden in die in Nederland eigenlijk algemeen dus ook gelden. Dus vandaar. Handleiding heb ik net ook al benoemd. Wat ik zelf nog een hele mooie vind, is je namelijk hierbovenin, zie je namelijk hier ook al staan welke parameters je waar kan toevoegen op type niveau of instance niveau en welke documentjes daarvoor beschikbaar zijn. Dus wil je graag wat meer informatie hebben daarover, bekijk deze documentjes waar ik heb gezegd. Je kan ze vinden hieronder en op het BIM-loket en daar zie je namelijk al je documenten dus uiteindelijk dus ook staan. Kleine samenvatting, de basisles en die handleiding. Ja, dat vind ik zelf een hele mooie handleiding om terug te vallen. Dat zijn ook wat in Nederland algemeen gebruikt wordt. Die staan op BIM-loket. Die kun je daar ook terugvinden. Die handleiding, Nederlandse Revit Standaard, staat ook op onze website. Maar anders ook op revitstandards.org. En die kun je dus daar terugvinden. En die NLRS 2.5.2 komt binnenkort een nieuwe uit, 3.0.1. Die kun je daar namelijk ook terugvinden. En daar ben ik vooral benieuwd naar hoe die uiteindelijk ook ingevuld zal staan. Dus ook hoe de meerdere branches dus goed betrokken zijn. Want we merken nu ook vanuit deze standaard, die NLSB-codering is heel erg leuk voor de bouwkundekant. Maar voor andere disciplines in onze werktak is het misschien ook wel heel erg vervelend, zeg maar. Afronding. Dus ben je richting het einde van de webinar. Als er straks nog vragen zijn, kun je die zeker ook stellen. En ik zie dat Christian een mooie verwijzing maakt naar ILS ONE. Heeft hij gelijk in. Hebben we laatst ook een webinar over gegeven. Dat is inderdaad een hele mooie richtlijn voor de bouwsector. Afronding. Je kan de cursus BIM-modelleur volgen als je denkt, hey, ik wil er graag meer over weten of een stukje BIM-basis. Hier zijn dus verschillende trainingen dus ook voor te volgen. Vraag en antwoord ga ik nu eigenlijk mee starten, want als er nog vragen zijn, mogen je deze dus stellen via de chat. Ik zou ongetwijfeld een vraag over het hoofd hebben gezien, maar dan kan je hem alsnog even stellen in de chat. Dan zal ik hem dus beantwoorden. Als ik een antwoord heb, dat is altijd de vraag. Ja, jullie ook bedankt voor jullie aandacht. Ben ik ook benieuwd naar. Mag je een wals connecten met hulplevels? In de export gaat hij eigenlijk altijd vanuit de onderkant, zeg maar, dus vanuit je base level. Dus ga jij namelijk jouw wand exporteren op hulplevels, zou kunnen. Maar dan gaat hij dus ook gebruik maken van die hulplevels in de export. Dus heb jij zeg maar een begane grondvloer qua hoogte aangemaakt. En je maakt dus een export op bijvoorbeeld
op de ruwe vloerkant, dan zal hij dus ook altijd je ruwe vloer als export nemen. En dan zal hij hem dus naar het level eronder plaatsen, zeg maar. Dus mag je hem op ruwe vloer hoogte zetten? Eigenlijk niet, maar wel met een offset kan je dat wel doen. En wat bedoel ik daarmee? Namelijk, als ik namelijk het project dus aanklik. Ik zal even een eentje bijpakken nog. Stel, ik heb hier dus een hulplevel gemaakt. Stel, ik had hier dus een element op staan, zeg maar, op dit stukje. Dan kan ik dus deze wand even pakken. Deze is niet doorgetrokken. Maar dan zie je dus hier de onderdelen staan. Dan moet je eigenlijk je base offset op min 50 of 70 erin zetten, zeg maar. Dus vandaar dat het op die manier kan, zeg maar. Dus mag je gebruik maken van hulplevels? Ja. Maar je mag niet je base level erop zetten, want dan gaat alsnog mis in de export. Je kunt dus ook iets specifiek. En neemt acquire de hoekverdraaiing over. Dat is een leuke vraag. Neemt de acquire ook de hoekverdraaiing over? Ik dacht het wel. Want als ik hem... Kan ik wel heel snel even voor je checken ook. Op de vraag van Arjen teruggeven, mag je wel hulplevels gebruiken voor een top constraint? Ja, dat kan wel, want hij gaat namelijk uit van je base constraints als level waar hij hem exporteert. Maar je mag ook hulplevels gebruiken aan de onderkant, maar je mag hem daar niet op zetten. Om even te vertalen, zeg maar. Ik zal nog even kijken voor je vraag over de of die acquire ook overneemt. Ik dacht het wel namelijk, maar dat weet ik niet zeker. Even zien wat ik doe. Oh. Nee, zou ik even afsluiten. Hier zit die andere dus. Kunnen we even kijken of we hem over kunnen nemen. Ik zal hem even opslaan eerst. Ja, hij heeft er vandaag geen zin in. Even kijken. Dat is een leuke, maar hij er geen zin in heeft.
ga ik anders even op terugkomen ook. Dus dan wil ik hem wel even voor je uitzoeken. Zijn er verder nog vragen? Want ik ga deze even uitzoeken, want dat pakt hem vandaag nu even niet. Dan kan ik hem later ook even uitzoeken en dan zou ik hem toesturen. Want krijgen wij daar ook antwoord op? En ik wil even verder kijken, want hij pakt hem even niet. Want meestal kan ik hem zo instellen. Voor de mensen die het leuk vinden en mogen blijven kijken, zal ik kijken of het lukt. En anders, want ik kan ineens op deze manier de coördinaten overnemen. En anders, ik dacht namelijk van wel. En voor de andere, zeg ik. Dus eens kijken. Breek nooit, doe nooit. En dan wil je in de gauwigheid alles uitleggen. En dan lukt het meestal niet. True North. Ja, deze heb ik dus wel ingesteld. Kijk, hij staat wel, hij is wel overgenomen. Zie je het? Dus hij heeft hem wel overgenomen uiteindelijk. Die hoekverdraaiing. Remco heeft een vraag. Ja, dus hij had hem wel overgenomen zonder dat ik het zag, zeg maar. Dus vandaar, sorry. Ik had hem, je had inderdaad gelijk dat ik True North dan niet had aangeklikt. En Remco vraagt hoe je de grids mee kan exporteren naar IC. Het lukt steeds niet. Het kan zijn. Exporteer je namelijk vanuit jouw begane grond en zet je je view range dan hoger of exporteer je hem dan vanuit het 3D view. En daarnaast moet je even kijken of bij de IRC opties, dat er namelijk de grids aanstaan, zeg maar. Dus dat vanuit 3D. Kijk, vanuit 3D gaat hij de grids nooit meenemen. Dan moet je namelijk vanuit je begane grond, zeg maar, pakken. En dan kan je namelijk vanuit je... Vanuit de export table kan je hem namelijk inderdaad exporteren. En wat bedoelen ze daarmee is namelijk onder deze zie je namelijk je export. Klein stukje onder hier. Zie je namelijk de opties, IFC opties hier staan. En als je deze aanklikt, ga je namelijk naar onder de grids. En dan zie je hier namelijk dat hij geëxporteerd wordt, zeg maar. En dan ken je namelijk je export table ook belangrijk. Remke vraagt, de view range nog belangrijker? Ja, je moet je view range namelijk op zo laag mogelijk zetten. Of zo laag mogelijk, zo laag en zo hoog mogelijk. Dus dat betekent als ze de view range erbij pakken, dat je deze namelijk unlimited zet. Deze boven je model zet, want je kijkt vanuit de begane grond of je kijkt van een view naar beneden. Dus dan moet je deze boven je model zetten. Dus zet hem op 50.000. Dan kun je deze weer op unlimited zetten en deze weer op unlimited zetten. Dan kun je namelijk je view range zo hoog mogelijk zetten. En als je vanuit deze positie een export gaat maken en je stelt je een export table in, dan ga je die goed krijgen. Dan mag je dat wel eens proberen. Kijk als dat lukt. Zijn er verder nog vragen? Dan wil ik jullie bedanken en dan zie ik jullie misschien de volgende keer. Als je misschien of een cursusboek of een webinar bekijkt, in ieder geval bedankt en tot ziens.